Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van Whatever Art. Mijn naam is Marinka. En mijn naam is Lotte. En deze week hebben we... Dit is een nieuwe serie op ons kanaal waarin wij een top 10 aan favoriete kunstenaars met jullie zullen delen. En dit noemen wij... Kunstenaar top 10. En we beginnen vandaag met nummer 10. En onze nummer 10 is Guido van der Werven. Jullie hebben hem misschien laatst bij De Wereld Draait Door gezien. En hij heeft net ook een nieuw werk gepresenteerd in de Oude Kerk in Amsterdam. We moeten ook proosten. Guido die heeft gestudeerd aan het Rietveld. En die heeft daarna in New York gewoond, maar vond het daar te druk. En is toen de verveling op gaan zoeken in Finland, waar hij nu woont en werkt. Hij heeft de verveling nodig om tot goede werken te komen. Ja, hij zegt dat pas als hij zich verveelt, gaat hij creatieve dingen bedenken. Creatieve ideeën en ideeën voor werken. En als het te druk is, komt hij daar dus gewoon niet toe. En ook sport hij veel. En dat is ook wel terug te zien in vooral nieuwere werken, dacht ik, van hem. Ja, hij heeft vaak werken waarbij zijn uithoudingsvermogen zeg maar, centraal staat en getest wordt. Hij heeft bijvoorbeeld een werk waarin hij 24 uur op de Noordpool staat en met de zon meedraait. En daardoor draait hij niet zeg maar, op de aarde. Ten opzichte van de zon. Hoe moet je dat zien? Hij draait niet ten opzichte van de zon. Precies. Wat je normaal wel doet als je stil blijft staan op de aarde, zeg maar. En hij staat op onze nummer 10, omdat... Nou ja, sowieso ben ik wel fan van videowerk. Ja, het is toch vaak wel... Het is denk ik wel toegankelijker werk, maar ook wat minder vaak erg kunstig. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het is vaak ook wel een soort van performance of zo. Ja, dat vertelde hij ook, dat hij eigenlijk van een soort performance uitgaat. Maar dat hij dat niet leuk vindt om live te doen. Ja, dus dat hij dat is gaan filmen en vanuit daar is dat verder kunnen groeien. Ja, precies. Maar ja, hij heeft ook een heel bekend werk van hem is dat hij voor een ijsbreker uitloopt. Ja. Dan zie je zeg maar van best ver af een heel groot schip wat door het ijs heen breekt. Ijsbreker. En daarvoor loopt hij dan op het ijs. En dan net op genoeg afstand dat hij dan niet het ijs inzakt. Ja. Dus er is echt een soort spanning van... Overleeft hij het wel of overleeft hij het niet? Want hij keek ook helemaal niet achterom terwijl hij dat deed. Dus hij kon eigenlijk helemaal niet inschatten in hoeverre die ijsbreker nou ver weg was bij hem of niet. Als je het ziet, dan lijkt het niet alsof hij naar voren komt, maar je ziet hem wel bewegen. En dat hebben ze gedaan door dat de cameraploeg zeg maar, ook naar achter ging op hetzelfde tempo als hij. En daardoor heb je echt een soort oneindig gevoel en dan die spanning op dat ijs en die ijsbreker. Ja. Waardoor ik denk dat het heel erg goed is. Zeker. Het is heel simpel en ook in hele korte tijd bedacht. Volgens mij dacht hij van, oh dat lijkt me echt super cool. En toen heeft hij een ijsbreker gehuurd en toen is hij ervoor gaan lopen. En dat is het eigenlijk ook zo'n beetje. Maar het werkt super goed inderdaad, juist omdat er een vreemde soort spanning in zit. Het heeft niet per se een hele vastaande betekenis. Ja, maar het hoeft ook niet eens. Want als je het werk al ziet, dan vind ik het al spannend genoeg. Ja, zonder dat ik er allemaal ideeën aan vast moet knopen. En ik denk dat het daarom dan misschien ook wel toegankelijker is. Omdat je er geen. Je hoeft er geen diepe concepten achter te hebben. Nee, het is best om het wel te begrijpen. Gewoon, het is best wel gewoon wat het is. Op zichzelf staand is het dan al. Dus daarom staat Guido op onze nummer 10 van onze top 10. Maar hebben jullie nou een vraag? Stuur het dan naar onderstaand e-mailadres, want dat vinden wij heel erg leuk. En we beantwoorden jullie vragen graag in de volgende aflevering. We weten zelf geen vragen meer. Dit was dan de aflevering van deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren. Dat was totaal niet iets serieus. Nee hoor, ik vind dit ook niet erg. Ik vind het heel erg helemaal. Ja, als je nog wilt weten wat performances zijn, daar hebben we een eerder filmpje over gemaakt. Die kunnen jullie hier vinden. Hier ongeveer. Ik denk misschien hier. Oh, oké. Okay. Ja.
meer.